Sinds dinsdag worden er weer suikerbieten naar de fabrieken van SuikerUnie gebracht. De bietencampagne is daarmee begonnen. Loonbedrijf Breuren rooide in Dronten een van de eerste percelen van dit seizoen. Altijd een spannende tijd van waar gaan de opbrengsten doen en uiteraard ook wat het suiker gehad en hoeveel gaat het de boeren opleveren. Dus dat is een hele mooie tijd. En logistiek gezien is het een hele mooie opgave. Koopmans verwacht dat de suikerbieten in Flevoland weinig last hebben gehad van de droogte. Ja, voor Flevoland verwachten we eigenlijk best wel hele mooie opbrengsten. Want de grondsoort is natuurlijk fantastisch. En veel capillaire werking, dat geeft aan dus dat die grond eigenlijk wel in de zomer ook nog voldoende vocht heeft kunnen opgeven naar de wortels. En we verwachten gewoon de beste mooie opbrengst hier. En het suikerpercentage, kunt u daar al iets over zeggen? Eigenlijk gewoon helemaal niks. Want eind van deze week dan weten we meer. Dus dat is voor ons ook best wel een grote verrassing wat dat gaat worden. Daar zijn we erg benieuwd naar. SuikerUnie heeft haar telers geadviseerd in het voorjaar van 2019 minder bieten te planten om de bietenoogst voor de campagne van 2019 met 10-15% te verminderen. Dat is best jammer, maar dat heeft alles te maken met de prijsvorming. Het is zelfs zo dat binnen Europa natuurlijk te veel geproduceerd wordt en dat we dat zelfs op de wereldmarkt moeten verkopen. Ja, tegen zulke lage prijzen dat je daar eigenlijk de kostprijs niet op goed maakt. En dat is heel erg jammer. Maar we hopen natuurlijk dat we na dit jaar, maar goed, volgend jaar hebben we er wellicht ook wel mee te maken. Dat het daarna anders wordt, want dat is wel heel hard nodig.